beste wetenschappers zijn niet per definitie natuurlijk de beste zakenmensen. De follow-up, zowel juridisch als technisch, is binnen universiteiten niet de natuurlijke richting. Je moet absoluut een CEO hebben die in de zakelijke wereld ook thuis is. Binnen de life science sector, daar blinkt men vaak uit in wetenschappelijke kennis, maar niet altijd in bedrijfseconomische en juridische en financiële kennis. Over die thematiek ga ik het hebben met partner DLA Piper Johan Renes. Van harte welkom, Johan. Dankjewel. Dat klopt, hè? Als even kort door de bocht, dat het niet altijd zeg maar op orde is, die kennis op het gebied van financieel en juridisch. Nee, dat klopt. De beste wetenschappers zijn niet per definitie natuurlijk de beste zakenmensen. Nee. Zoals dat vice versa ook niet zo zal zijn. Dus. Zullen we om te beginnen, vind ik wel interessant, want we gaan het hebben over die spanning tussen de wetenschappelijke kennis bij biotech en life science bedrijven en de commercie, noem ik het maar even. Mm-hmm. Hoe werkt zo'n proces? Kunnen we eens even kort die markt schetsen, hoe nou zo'n proces loopt van niks naar een medicijn? Ja, dat is een lange weg, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Het begint met wetenschappelijk onderzoek. Het makkelijkste is het uit te leggen als je denkt aan, we vinden een mechanisme, we vinden uit hoe iets werkt in het lichaam en daardoor weten we dat we daar een geneesmiddel in dat proces kunnen inzetten. Dat betekent dat je een stof moet vinden die interfereert in dat proces. Ja. Het blijft allemaal nog wetenschap. Ja. Als je zo'n stof vindt, dan zou je die moeten octrooieren om daar succes mee te kunnen hebben, commercieel gezien. Mm-hmm. Dan krijg je proof of concept. Hè. De stof moet doen wat je zegt dat hij doet in een reageerbuisje. Mm. Dan krijg je het in dieren, want hij moet het ook doen zonder dat het dier eraan doodgaat. Ja. Ik bedoel, de stof kan zomaar toxisch zijn. Nou, dan krijg je het in klinische tests. Ja. Eerste fase of het veilig is, tweede fase of het werkt, derde fase of het op een grote populatie nog steeds een significant effect heeft. En dan krijg je het registratieproces. Dan mag het voorgedragen worden aan de overheid om goed te keuren. Mm. Om opgenomen te worden in het geneesmiddelpakket. Nou, dit proces laat al zien dat het een kostbaar proces is. Het is absoluut een kostbaar proces. De schattingen lopen uiteen, maar 100 miljoen plus tot 2 miljard. Ja, ongelooflijk. Ja. Die wetenschappers waar we het over hebben, hè, waar zitten die? Die zitten veelal aan de universiteit vastgeplakt? Ja, in mijn veld zijn dat onderzoeksinstellingen, universiteiten, NGO's. Hè, zoals in Lelystad, Diergeneeskundig Instituut. Ja. Dat is echt anders dan in andere velden waar je ook mensen in schuurtjes en dergelijke hebt. Dat gaat met dit werk gewoon niet. Okay. Omdat je met stoffen werkt en met levende materialen werkt, wat je alleen maar in een echt goede labomgeving kan doen. Wat zijn de risico's van het niet goed beheersen van die financieel-juridische kant van het vak? Ja, waar we eigenlijk mee bezig zijn in het ontwikkelen van een geneesmiddel is de-risken. Die risken betekent dat 1 op de 1000 geneesmiddelen redt het, hè? Zoiets zeggen ze. Je moet er steeds een fase verder komen om de kans dat het het redt groter te maken. Ja. Het risico dat het faalt eraf te halen, die risken. Die risken. Als de stof die je hebt uitgevonden het geweldig doet, maar hij blijkt niet van jou te zijn, hij blijkt niet geoctrooieerd te zijn, dan kan iedereen het namaken en dan wordt het veel lastiger om de investering terug te verdienen. Als de stof half van de universiteit blijkt te zijn en half van het bedrijf, maar ook nog van een andere universiteit en een andere instelling, dan wordt het voor een investeerder heel lastig om zekerheid te krijgen dat hij uiteindelijk over die stof en de investering beschikking kan hebben. Mm-hmm. Dus het gaat over vragen van eigendom en het gaat over vragen van wie mag het ontwikkelen. Mm. En als dat niet goed zit, dan heb je in het de-risking proces een extra horde gecreëerd. Mm. Die het moeilijker maakt om het risico dat je het gaat halen te verkleinen. Hoe slecht is het gesteld als je het hebt over dit onderwerp? De universiteiten zijn gericht op onderzoek. En ik zeg altijd, als je een wetenschapper 1 antwoord laat geven, bedenkt hij daarbij 200 nieuwe vragen. Ja. Terwijl voor het product nodig is dat je een development proces ingaat. Dus de follow-up, zowel juridisch als technisch, is binnen universiteiten niet de natuurlijke richting. De natuurlijke richting is, hey, nu weten we dit, maar hoe zit dat dan? Ja, ja, ja. Terwijl, we weten nu dit, daar moeten we iets mee gaan doen. Mm. Daar moeten we de eigendom van verzekeren, daar moeten we de rechten, daar moeten we een BV omheen bouwen. Dat soort dingen, dat ligt niet natuurlijk bij een universiteit. Dan gaat het in Nederland uiteindelijk, als je weet hoe moeilijk dat proces is om wetenschappers dit te laten doen, gaat het eigenlijk nog wel vaak goed. Mm. Ja. Hoe kun je dit beter organiseren dan?
door de incubators die we dan hebben zich meer te laten richten op het doorontwikkelen van geneesmiddelen. Dus in plaats van te blijven nadenken over nieuwe mechanismes en verder, om echt doorontwikkel incubators te maken. Onder leiding liefst van mensen die het eerder hebben gedaan. Maar moet je ook andere mensen naast die wetenschappers gaan zetten, al in een vroeg stadium? Ja, types zoals jou, zeg maar. Ja, je moet mij erbij halen als adviseur, maar je moet mij niet de CEO maken. Nee. Want de CEO moet ook iemand zijn die in de wetenschap erg geloofwaardig is. Nou, ik ben een octrooigemachtigde. Ik heb weliswaar biologie gestudeerd, maar mijn wetenschappelijke kennis is natuurlijk niet die van een professor. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je juist ook iemand erbij moet hebben al in een vroeg stadium die helemaal geen wetenschappelijke kennis heeft, maar wel kennis heeft van jouw vak. Ja, je moet absoluut een CEO hebben die in de zakelijke wereld ook thuis is. Maar wanneer moet je die CEO aanschaffen dan? Want ze noemen dat ook van die spin-off bedrijven, noemen ze dat toch? Van wanneer maak je die stap vanuit dat lab, zeg maar, naar een BV? Ja, liefst bij de oprichting. Dat gebeurt bijna nooit. Okay. Ja. Het gebeurt bijna altijd nadat we de Friends, Families en Fools investeringsronde hebben gehad. De drie F'en. Ja, ja. Daar zijn we in Nederland nog wel wat te veel afhankelijk van. Dat de eerste investering daadwerkelijk door vrienden, familie en andere goedgelovigen, zou je haast willen zeggen, of vertrouwenshebbende mensen worden gedaan. Heeft dat zin als je naar de bedragen kijkt die nodig zijn? Dat gaat meestal over de eerste 5 ton, eerste 1 miljoen, eerste 1,5 miljoen. Dat is dan ook wel bij elkaar te krijgen. Ja. En dat heeft zin omdat op dat moment de VC's, de venture capitalists, het nog niet op willen pakken. Nee. Maar wat kun je voor dat soort bedragjes doen? Precies die proof of concept waar we het in het begin over hadden. De proeven in reageerbuisjes, in flessen, met cellen, om te kijken of het mechanisme dat je hebt beschreven ook daadwerkelijk iets is wat je kunt targeten met een geneesmiddel. Ja. Heb je concrete voorbeelden gezien waar het echt misging door dit? Ja, ja? Zeker. Het is gelukkig wat langer geleden, dus daarom kan ik er denk ik ook wel over praten. Er was een Leids bedrijf dat een heel veelbelovend eiwit had gevonden dat in kankercellen doodmaakte. En dat is uiteindelijk heeft Schering daarin geïnvesteerd. Die bestaan ook niet meer. En daar zat het LUMC nog in, want daar kwam deze wetenschapper kwam daar uit. En de wetenschapper en de ondernemer die het eerste vroeger hadden in geïnvesteerd kregen ruzie met de universiteit over de rechten. En Schering wou niet verder zonder dat dat met die rechten geregeld was. Het is niet doorgegaan. En dan houdt het gewoon op. Toch, als we kijken naar, want jij hebt ook ervaring gedaan bij een aantal bedrijven die zijn begonnen als een spin-off. Laten we die de Crucel, of heet het? Crucel, begonnen als een spin-off bedrijfje. Ja, van TNO. Ja, uiteindelijk behoorlijk verkocht aan Johnson & Johnson. En daarna zijn de gasten die daarmee vanaf het begin bij betrokken waren ook, zeg maar, gaan vliegen in de figuurlijke zin. Klopt. In de sector. Die gasten, die ik noem even Onno van der Stolpen, had ik gevonden. Die is nu bij Galapagos, toch? Klopt. En wat een spin-off was van Crucel. Precies. Dat spelletje, dan denk ik, nou, die hebben het toch aardig begrepen. Of heb ik dat al mis? Ja, de oprichter, twee oprichters eigenlijk van de bedrijven die samen Crucel werden, waren Introgene en Ubisys. Dinko Valerio en Ton Lochtenberg. Ton Lochtenberg, ja. Dat waren nou toevallig twee wetenschappers. En dat is wel jammer, die in die zin die wel verstand hadden van ondernemen of gevoel hadden voor ondernemen. Hoezo is dat jammer? Dat is toch precies wat je wil? Het is goed in dit geval, maar het is jammer dat de succesverhalen dus eigenlijk nog steeds hangen aan mensen die dat allebei kunnen. Dus dan word je een beetje afhankelijk van schapen met 5 poten om successen te krijgen. Aha. Want dat zijn zij. Zij zijn meer uitzondering dan regel, wil je zeggen? In mijn gevoel wel, ja. Maar het laat wel zien wat dan de output is. Want dit zijn natuurlijk wel gasten die het een en ander hebben gerealiseerd. Jazeker, ja. Maar je moet je wel afvragen of Crucel dat doet waar Dinko Valerio en Ton Lochtenberg oorspronkelijk aan begonnen. Ton Lochtenberg zat in de antilichamen, heeft nu ook weer een bedrijf opgericht dat wel in de antilichamen zit. Ja, ja. Dinko Valerio zat in de gentherapie. Maar gentherapie ging op een gegeven moment gewoon door een fout in Amerika op de rug, zal ik maar zeggen. En dan moet er wat anders bedacht worden. Dus het opportunisme, gezond opportunisme, moet er ook wel in zitten. En dat is meer het ondernemerschap dan de wetenschap. Aha, dus je zegt eigenlijk, als ik het heel plat vertaal, dat ze met die eerste stap heel veel geld hebben kunnen verdienen om nu hun dromen waar te maken. Zo zou ik het misschien wel durven zeggen, ja. En dan laat het spel van Galapagos natuurlijk wel op een prachtige manier zien hoe het spel werkt. Hè? Waar inmiddels een waardering aan hangt van weet ik veel hoeveel miljard. Maar, en ze hebben er niks. Nou, ze hebben wel, laat ik zo zeggen, er is er geen medicijn op de markt. Er is nog geen medicijn op de markt. Ze hebben natuurlijk heel veel. Ja.
Ja. Heel veel belofte, ja. Ja, want laat en, dit... en in een stadium waar het grootste risico er over het algemeen wel af is. Hebben deze mensen een taak naar de sector toe? Want deze zijn natuurlijk prachtige leermeesters voor hele grote groepen jonge wetenschappers die aan het begin staan, toch? Ja, doen ze ook. Ja? CEO van een interim CEO van een klein bedrijfje waar ik bij betrokken ben geweest, APOT, zit nu in een cursus. Die wordt gegeven door mensen als Dinko Valerio en anderen uit dat veld. Ja. Die gewoon hun kennis aan het overdragen zijn op die jonge ondernemers. Ja. En wat is de rol van jou in dit soort, of van jou en dan een overdrachtelijke zin van een bureau als DLA Piper in dit soort sectoren en bedrijven? Nou, mijn oorspronkelijke rol was om daar een octrooiportefeuille omheen te bouwen. En dat betekent dat ik bij Introgene en Ubisys 1 dag in de week aanwezig was om gewoon alle uitvindingen die gedaan werden onderweg naar een product allemaal vast te leggen. Ja. En daar ook een samenhangend geheel van te maken, zodat je daar moeilijk omheen kunt als iemand die dan denkt van ik ga het namaken. Ja. Zodat je ook investeerbaar wordt. Want nou, dat is dan de rol van de octrooigemachtigde. Die heb ik een aantal jaren goed gedaan. Maar wat ik me daar realiseerde is dat er daarnaast nog zoveel is. Als je die friends, fools en families, als dat er 40 zijn, dan heb je bij de volgende ronde heb je ineens 40 aandeelhouders, ja, waar je mee moet dealen. Ja. Ja, dat is geen handig concept voor een venture capitalist om, nee, 40 mensen die rijk zijn geworden met kacheltjes verkopen, om het maar denigrerend te zeggen, als aandeelhouders te hebben in een biotech onderneming. Mm-hmm. Nou, dat is een van de dingen die dan opgelost moet worden. Structuur, eigendom, uittreden uit de universiteit. Dus er komen een heleboel andere juridisch formele dingen bij, die de kans op investering gewoon verhogen. De investeerder moet comfort level hebben, dat het allemaal geregeld is. Ja. Dat in ieder geval het daar niet op misgaat. Ja. Dus als dat al fout zit en hij heeft nog 10 opportunities waar het wel goed zit, dan wipt hij daar naartoe. Ja, okay. Ja. Dus zie daar het belang. Ja. Ik las ergens van witte jas naar maatpak. Ja. Het verhaal van belangenverstrengelingen, waarbij de wetenschapper gratis het patentje in een bedrijf gooit waar hij later belangen in heeft. Speelt dat, belangenverstrengeling? Dat speelt natuurlijk. In Nederland is eigenlijk belangrijker dat je hoofd niet boven het maaiveld mag uitsteken, ook binnen zo'n universitaire wereld. De universiteiten hebben daarom gewoon regels gemaakt wat wel mag en niet mag. Die verschillen nog wel wat per universiteit. Maar die regels maken het niet per se makkelijker om een onderneming te starten. Het is een gok. Je moet het al maar durven. Het durfklimaat in Nederland is ook niet zo geweldig. Hmm. En als je dan in die gok maar 5% maximaal van die onderneming die je zelf toch echt moet gaan dragen in eigendom mag hebben, dan is dat misschien niet een echte incentive om het te gaan doen. Maar moet dat misschien ook niet de incentive zijn voor een echte wetenschapper? Ik weet niet wat een echte wetenschapper is. Weet ik ook niet. Jij kent ze beter dan ik. Ja, maar een echte wetenschapper, dan denk ik aan een theoretische fysicus. Ja. Die daadwerkelijk geïnteresseerd is in hoe werkt dat nou? Ik ben zelf ooit biomedische wetenschappen of een voorloper daarvan gaan studeren, omdat ik toch dacht dat ik ziektes ging genezen. Ja. Dus daar zit toch altijd al in onze hoek een iets meer toegepast iets in. Ja. En dan denk ik van, dan is het jammer als je zo'n toepassing vindt en niet alle mogelijkheden worden aangegrepen in onze kennissamenleving om dat dan verder te brengen. Het blijft een lastige balans, hè, tussen de wetenschappelijke, maatschappelijke belangen aan de ene kant en de commerciële aan de andere kant. Is daar een pad in te kiezen waarbij alles klopt? Of zal die spanning altijd blijven bestaan? Die spanning die blijft bestaan. Al is het alleen maar omdat sommige mensen nou eenmaal in deze richting meer in hun mars hebben dan anderen. Dus dat geeft sowieso altijd frictie. Hmm. Maar ik ken ook niet heel veel wetenschappers die dit gedaan hebben, die daar nou echt exorbitant rijk van zijn geworden. Hmm. Behalve een paar voorbeelden die we noemden dan. Ja, maar gebruikelijker is dat iemand die binnen een universiteit zoiets begint, dat als die aan het eind van het traject, 1 jaar of 12 later, er 1 miljoen aan heeft overgehouden, dat noem ik niet exorbitant rijk gezien het risico dat hij heeft genomen. Mm-hmm. Dat zou eerder de norm zijn dan de 100 miljoen, laat ik het maar zo zeggen. En tot slot, welk medicijn moeten we nu in een lab gaan uitvinden? Wat is de holy grail? Want het wordt natuurlijk steeds lastiger, er is natuurlijk steeds meer.
Het wordt ook steeds lastiger omdat de ziektebeelden die we moeten gaan benaderen steeds complexer worden. Aha, dus maar we worden ouder, dus ik zou het dan toch houden op Alzheimer. En voor de korte termijn blijft dat toch echt kanker. Ja. Zoals je hebt gehoord gaan daar nog steeds 30% van de mensen aan kanker dood. Ja, dus dat zijn wel twee thema's die voorlopig nog aan de gang blijven. Ja, dat zal zeker tot ver na mijn pensioen nog zo zijn. Zover is het nog niet. Gelukkig niet. Dank voor de insights op dit thema wederom. Dankjewel, Johan, dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan.